Mi venta. Ik ga vliegen gewoon de pan uit. Mijn loopstraat aan. Mijn eerlijke mening. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van het programma Mi Fintech. Deze week praten we met enkele mensen over de rekenkamer. Zoals we weten is de rekenkamer een toezichthoudend orgaan dat tevens het geldelijk en materieel beheer van de overheid controleert. De Kamer heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om de jaarrekening van alle overheidsinstanties te controleren. Laten we gaan kijken of de mensen dit weten. Onder de rekenkamer, meneer, ik wil niks van het land weten. Santoki is al slecht. Die gaat over alle betalingen van alle overheidskantoren. Ik heb geen vraag van de rekenkamer. De rekenkamer wordt over wat gebeurt daar in de rekenkamer. Weet het niet? Nee. Oh, ik bemoei niet met politiek. Ik heb er geen kaas van gegeten, dus ik probeer ook niet mee. Om te zeggen, ik weet het niet precies. De rekenkamer houdt zich bezig met het financiële van het land, als ik me niet vergis. Meneer, wat voor staat u onder de rekenkamer? Van mezelf, dat is nog raar. Mooi. Geen idee hoor, want niks van geschiedenis te maken, of wat? Rekenkamer. Ik heb geen idee. De rekenkamer is een kamer eigenlijk die alles onder controle heeft, bijvoorbeeld van verschillende ministeries. En ze checken alles wat het financiën aangaat. Geen commentaar. Nou, dat zal wel iets te maken hebben met het ministerie, toch? Dat ze daar gaan berekenen, hier voor het land. Rekenkamer. Nou, eerlijk gezegd, ik heb niet zoveel verstand van. Maar daar gaat meer om hoe de dingen toch in de regering alles in werkt. En daar wordt meer gekeken naar financiële dingen en zo. Mevrouw, wat voor staat u onder de rekenkamer? Zo, u moet mij nu vragen. Hij heeft het antwoord al gegeven. Ik ben niet zo. Ja, rekenkamer. Dat versta ik daarin. Financiën. Financiën beheren. De regering doet dat. Minister van Financiën. Ja, toch? Zo, ik kan u niet zeggen hoor. Heeft u ooit van de rekenkamer gehoord? Nope. Rekenkamer? Rekenkamer is de instantie die in feite de uitgaven van de overheid moet controleren. Of we buitensporig of misschien kortweg, dat is het. Nou. Ik heb er geen begrip voor. Oh, wait. Dat even is een beetje moeilijk voor me. Rekenkamer, ik bedoel in de assemblee of zo. Nou, ik zou het echt niet kunnen. Rekenkamer? Wat bedoelt u? Je bedoelt van de rekenkamer? Nee. Ook niet? Nee. Oh, ik heb echt geen idee. Geen idee? Ik weet aan mijn bij waarover het gaat, maar ik kan... Bij mij houdt het in de staat financiën beheren. Dat is het zo een beetje. De rekenkamer? De rekenkamer. Nee. Rekenkamer. Het zijn mensen die over het land het geld gaan beheersen. Dat vertrekt aan de rekenkamer. In de rekenkamer zijn de mensen die de overheid helpen alles te begroten, die begrotingen te maken. Om te controleren dat alles goed gaat. Rekenkamer, gaat het nu over geld, zaken? Over geld? Ja toch, rekenkamer, het gaat over geld. Hè? Wat doen ze? Ze gaan tellen toch, dat denk ik wel. Tellen over geld. Rekenkamer. Rekenkamer, ik heb oma tak jaken bij oma na voor het stammen op de zandati. Als ik nog op school zat, dan kan ik dat. Weet je, maar ik ben al 80. Ik heb er geen benul van meer. Rekenkamer. Nee, ik heb geen interesse in dingen en zo. Dus zolang we vanaf hoeveel jaren, 30 jaar al, het is, we horen. Mensen komen praten, dus allemaal voor garantie. Dat. Dus echt niets gebeuren en zo. Wat is rekenkamer, dat moet gebeuren, het gebeurt niet. Vanaf 80 of laten we zeggen 82, ik zie niks. Van de rekenkamer. Rekenkamer, als je het niet gaat om, er was geen friends en family. Maar
overal. Ik zie de friends en family. Ja. Ik klacht niet, maar die mensen moeten iets anders doen. Kijk, die dollar drop, hè, 28. En die, al die dingen zijn 40. Hè, van die douanekoers en al die dingen is 40. Zo ik hoop die rekenkamer gaat werken. Ja. Moet werken, dat is belangrijk. Ja. Ik kan niks zeggen hoor. Suriname is zo weer ready. Dus deze land is niet van mij. Ik ga naar de Franse kant. Geen idee. Echt geen idee. Wil je ervan gehoord? Nee, slecht hoor. Ik heb geen idee. De rekenkamer. Wat denk je dat daar gebeurt? In de rekenkamer. Het heeft te maken met geld. Geen idee. Ik versta het niet zo. Heb je ooit van de rekenkamer gehoord? Nee. Rekenkamer! Ik heb geen idee. Heb je ooit van de rekenkamer gehoord? Ik heb gehoord, ja, maar ik heb geen idee. Oké, maar wat denk je dat daar gebeurt? Nou, de naam zegt het al, rekenkamer. Maar om te vertellen wat precies daar gebeurt, weet ik niet. Naam no sabi. Jere van rekenkamer? Naam no jere, nee. Wat denk je op Sarabi? Wie no sabi, jere. Rekenkamer, boy. Rekenkamer. Ik hoor, ik ben wel van de... Ik had wel voor het ministerie gewerkt. Is scherp om te tellen. Dat moet niet zomaar lachen hoor. Wat denk je dat daar gebeurt? Rekenkamer. Het gaat meer om financiële zaken voor de overheidskantoren. Zoiets. Rekenkamer. De rekenkamer is waar die mensen meestal administratie doen. Mie vindt dat. Ik ga gewoon de pan uit. Mie loopt straks. Maar eerlijke mening. Shh.